Axians is specialist op het gebied van netwerkinfrastructuur en complexe ICT-oplossingen. En met Network as a Service hebben ze eigenlijk een vrij nieuwe dienst waarin zij binnen abonnementsvorm voor een veilig netwerk zorgen dat continu up-to-date is en dus toekomstbestendig. En dat zorgt er ook voor dat eigenlijk de rol van die IT-manager gaat veranderen. En als je kijkt naar de IT-manager van vroeger, dan waren dat in die tijd echte pioniers die aan het innoveren waren. En zijn ze nu eigenlijk steeds meer problemen aan het oplossen. En met Network as a Service wordt er eigenlijk voor gezorgd dat die mensen weer terug in de kracht komen. Dat ze echt weer kunnen innoveren, creëren en dus ook inspireren. In de film kruipen we echt in het hoofd van die IT-manager die een visioen heeft over het verleden, het heden en de toekomst. En we hebben een abstracte setting gecreëerd waarin die echt bekneld zit in de netwerkkabels, in de oude hardware. En die scène die vormt eigenlijk de basis voor heel de film, dat is de rode draad. En eigenlijk ook de verbindende factor tussen de complexiteit aan scènes die we gecreëerd hebben. En dan gaan we via flashbacks terug naar eind jaren 80. En gaan we terug naar de locatie waar het voor de IT-manager begon. De garage waaraan ze aan computers zaten te sleutelen, te gamen, waar ze met een grote passie bezig waren. En dan vervolgens op kantoor waar ze voor het eerst een netwerkinfrastructuur implementeren wat voor die tijd gewoon best wel revolutionair was. En als je dan kijkt naar die scènes in de toekomst, daar konden we natuurlijk veel minder leunen op die sfeer, op die nostalgie. Want de toekomst kunnen we nog niet filmen. Dus we hebben die scènes natuurlijk wel gewoon mooi gedraaid in een moderne kantoorsetting. Maar het is die animatie die daarin wel echt het verschil moest gaan maken om echt die toekomst te visualiseren en tot de verbeelding laten spreken. En ik denk wel dat we daarin geslaagd zijn.